Goedemiddag, op deze woensdag. Het is 8 juni. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik had gisteravond een beetje de balen, want ik zat GTSD te kijken en daar gingen ze dansen op muziek. En ze draaiden daar het liedje Baby Shark. Nou, mocht je omgang hebben met kinderen, ken je het vast. Mocht je het nog nooit gehoord hebben, ga het zeker niet luisteren, want het raakt je hoofd niet meer uit. Want ik hoorde letterlijk de hele avond dat liedje in mijn hoofd. Ik weet nog toen Lente echt heel klein was, dat Nathalie haar bewoog op die muziek en Lente vond het fantastisch. Maar dat liedje gaat je hoofd niet meer uit. Ik ben ermee geslapen. Toen ik wakker werd, hoorde ik nog Baby Shark. Dus ik zat al echt, nee, niet Baby Shark, want het gaat je hoofd niet meer uit. Het was vreselijk. Maar goed. Daarna heb ik voor hetzelfde geld gekeken. Was wel heel leuk. Ik had alleen niet verwacht dat deze mensen daadwerkelijk een bod zouden uitbrengen op de woning. Ze vonden de omgeving prachtig. Die vrouw die wilde daar heel graag wonen. Maar die man had heel veel twijfels. Want hij vond beneden eigenlijk te groot en boven te klein. Daardoor dacht ik, nou, ze gaan vast geen bod uitbrengen. Maar ze hebben uiteindelijk een bod uitgebracht en het was geaccepteerd en ze zijn er wel echt gaan wonen. Inmiddels voelde die man zich er wel meer thuis, maar ze waren het er eigenlijk niet helemaal over eens. Maar uiteindelijk dus toch een bod uitgebracht en het gekocht, dus ik was verbaasd. Ik heb de vlog afgemaakt, daarna heb ik mijn foto's bewerkt, die zijn ook mooi klaar. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Ja, het blijft spannend jongens, echt waar. Ik sta elke keer weer verbaasd en dat ik echt denk op een gegeven moment, ik vind die man, die ene man vind ik zo gemeen. En toen zei die zoon, die zette hem op zijn nummer, ik dacht yes, lekker voor je. Goed zo. En daarna heb ik Flikker gekeken, dat was ook wel weer spannend. Ik ga zo meteen eventjes een was aanzetten, want ik heb heel veel was. Ik heb een draad aan mijn dekbed hier moeten eraf, want die is heel irritant en elke keer knipte ik het. Maar ik denk dat ik hem even moet wegbranden, dus dat wil ik ook even proberen. En dan ga ik hier gewoon aan de gang en daarna even bullet journalen. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Verder heb ik niet heel veel nieuws, er is weinig gebeurd. Ja, ik was natuurlijk laat gisteren, want ik heb snel gedoucht, snel eten gekookt. Toen, want ja, ik was gewoon een beetje laat. Maar goed, dat heb je soms, dat maakt niet uit. Ik ga nu in ieder geval eventjes een muziekje aanzetten en dan ga ik wat doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Zo, ik ben klaar. Ik had alleen even wat struggles. Ik heb hier een fotolijstje hangen. Komt bij de Action vandaan, zat een hangertje achter. En dat hangertje, dat deed het gewoon niet heel erg lekker. Want ik wilde hem afnemen en hij kwam dus van de muur en het hangertje was eraf. Ik probeerde ze te maken, dat lukte niet. Toen had ik al boven van die hangertjes liggen. Dus toen heb ik een schroefje losgedraaid. En daar heb ik hem dat hangertje tussen gedaan. Toen heb ik hem vastgedraaid. Dus hij kan gelukkig weer hangen. Dus dat was even een tegenslagje. Ik had mijn iPod op de oplader liggen. Daar kwam Mickey aan. En Mickey die besloot eventjes dat ze aan mijn snoer kon gaan knagen. Dus er zit een heel klein... ja, je ziet wel echt dat ze een beetje geknaagd heeft. Dat heb ik even vastgeplakt. Dus ik hoop dat hij het nog doet. Daar was ik wel even boos over. Maar ik was er gewoon een beetje lang mee bezig. Ik kreeg even de telefoon tussendoor. Dus
Ja, toen was ik best wel laat klaar. Ik heb nog wel even iets van de bullet journal gedaan, maar niet heel veel. Maar goed, dat komt van de week wel weer. Ik heb wel mijn nagels beschadigd. Ik moet even een beetje bijwerken, want ik moet er morgen nog video mee opnemen. Maar het is in ieder geval allemaal weer klaar. Mijn was is ook al klaar, dus die kan de droge kan er meteen ook aan. Dus de witte was gelukkig ook weer klaar, dus dat is ook wel weer fijn. Het afbranden van de koord of de touwtjes ging op zich wel makkelijk, de draadjes. Ik had eerst een aansteker die het niet deed, toen had ik een aansteker die het wel deed. Maar ik weet niet, ik ben bang dat het wel snel weer los zou gaan, want je trekt ze heel makkelijk uit. Dus, en ik durfde ze niet kort af te branden, want ik was bang dat mijn dekbed in de fik zou steken. En dat moet ik natuurlijk niet hebben. Maar goed, dat is weer gelukt. Ik ga zometeen eventjes relaxen en dan straks douchen en eten. Ik moet vanavond even een e-mailtje de deur uit doen. Ik ga het perfecte plaatje kijken. Ik moet mijn blogpost even schrijven. De vlog moet geüpload worden en daar moet nog een thumbnail voor gemaakt worden. Dus daar ben ik wel eventjes mee bezig. Ik ga nog even lekker gamen. En verder heb ik vanavond gewoon weer mijn Netflix serie en flikken. Dus dat wordt het verder ook. Dus niet heel bijzonder of zo. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even lekker relaxen en even wat drinken. Want ik heb weer veel te weinig gedronken. Dus ja, ik zou bij deze dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 9 juni. Ik ben klaargemaakt. Vandaag op de planning. Ik moet gewoon even stofzuigen en de kattenbakken scheppen. Daarna ga ik een video opnemen. En dan is het tijd om te gaan kijken of ik kan diamond painten. En daar ga ik jullie gezellig in meenemen. Want ik ben wel heel benieuwd of het mij gelegen is. Of dat ik het een beetje kan. Ik weet echt nog niet hoe dit moet. Maar er staan vast ook filmpjes online. En misschien zit er een beschrijving bij. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik heb gisteren gezellig perfecte plaatjes zitten kijken. Ja, ik moet er nog steeds aan wennen dat het in het buitenland is. En soms laten ze foto's zien op de camera. En dan denk ik van, het is helemaal niet mooi. Het is veel te donker. Maar ze gaan ze natuurlijk nog nabewerken en zo. En ja, dan denk ik van, kan misschien beter. Maar goed, ik ben zelf... Ik vind fotografie ook leuk, maar het is puur voor de hobby. Ik bedoel, ik ben ook geen pro. Maar de jury was wel tevreden. Niet over alles, maar op zich wel. Oké, er moest nu voor de eerste keer iemand weg. Ze waren nu ook niet met de hele groep. Want vorige week had René Soutendijk, die had gewonnen. Die kon sowieso niet naar huis toe gaan en die was ziek. Later was William Rutte ook ziek. Dus nou ja, zit je daar in Argentinië, ben je ziek? Nou, volgens mij lig je dan ook liefst in je eigen bed. Maar ja, goed. Het is op dat moment niet anders, dan moet je het uitzieken. Nou, toen ben ik daarna eventjes mijn blogpost gaan schrijven en heb ik de vlog ingepland en eventjes een thumbnail gemaakt. Het ging allemaal wel vrij vlotjes gelukkig. Laptop is weer een beetje traag. Ik heb nog wat nieuwe boeken binnengehaald. Ik maak altijd, ik ga dan zeg maar bij bol.com ga ik op boekenjacht van wat komt er nog nieuw uit. Dan kun je onder het kopje te reserveren, kun je dus kijken wat er allemaal nog komt. En dan maak ik even screenshots van en zodra ik die dan tegenkom, dan neem ik ze mee. Dus ik heb er weer een aantal nieuwe bij. Maar ik ben nu ook nog met een heel leuk boek bezig en die zo niet uit. Dus. Maar er is weer genoeg om te gaan lezen. Daarna heb ik mijn Netflix-serie gekeken. Echt, ja, geweldig. Ik kan me er elke keer weer op verheugen om die serie te gaan kijken. De aflevering duurde ook niet onwijs lang, maar is echt helemaal goed. En toen ben ik daarna flikken gaan kijken en ik heb vanavond de laatste aflevering van seizoen 6. En dan ga ik alweer naar seizoen 7, dus dat gaat ook best hard. Ik ben met een nieuwe pillen begonnen van de Ethos. De huid, haar en nagelpillen. Maar die zijn gewoon eigenlijk precies hetzelfde als bij alle andere drogisten. Dus helemaal goed. Ik ga het nu eventjes snel stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik de video opnemen. En dan neem ik jullie daarna mee als ik ga diamond painten. Nou, ik ben klaar voor de diamond painting. Ik heb hier wat kleurtjes. Ik heb gelukkig ook wat bakjes. Dus dat kan ik dan heel makkelijk gaan doen. Nu ga ik gewoon kijken of ik dat er een beetje op krijg. Dus ja, ik heb heel veel zakjes zoals je kan zien. Dus ik ben er echt wel een tijd mee bezig. Ik heb hem nu eventjes op het magneetstencil gedaan. Van de... Action. Dus ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken, maar ik vind hem echt wel heel erg mooi. Dus ja, laten we gewoon een poging gaan wagen.
Nou, ik ben al best wel, heb al best wel wat steentjes erop zitten. Ik vind het echt onwijs leuk om te doen ook. Ik word er heel rustig van. Dus ik vind het resultaat van nu heel leuk. Maar het is natuurlijk nog lang niet af, want het is een hele grote plaat. Maar het begin is er en ja, ik vond het echt hartstikke leuk. Dus ja, ik ga lekker binnenkort even verder. Maar nu ga ik ermee ophouden, want ik krijg nu last van mijn rug. Zo, wat was dit een fijne middag. Het opnemen van de video ging ook echt heel vlot. Ging echt heel lekker, dus die stond er al vrij snel op. Aanbeelden had ik al gemaakt. Ik moet alleen nog de tekst inspreken voor beide aanbeelden. Dat moet ik nog wel even doen. Dus ik denk dat ik dat vanavond alvast eventjes ga doen. Dan kan ik hem morgen even helemaal editen. Dus ja, dat was al heel fijn. Nou, dat diamond painting vond ik even spannend. Van, zou ik het kunnen? Maar ik had eventjes gekeken een beetje hoe en wat. Maar er zat ook een beschrijvingtje bij. En ik dacht, maar volgens mij is die wax helemaal niet genoeg. Maar je hoeft hem maar even één keer erin te drukken. Want je doet er echt heel lang mee. En toen had ik hem dus op het magneetbord gelegd. En dat werkte echt heel goed. Al zal ik de volgende keer ook wel liever gebruik maken, denk ik, van mijn lichtbord. Want dan kan ik het net wat beter zien. Dan wordt het opgelicht. En heel soms moest ik eventjes met de zaklamp van mijn telefoon erbij kijken of het allemaal lukte. Maar ik heb er een nieuwe hobby bij, jongens. Ik vond het zo leuk. Ik snap echt dat mensen dit rustgevend vinden. Want ik werd er ook heel rustig van. Heel zen. Ik heb dus nu echt nog maar met één kleurtje gewerkt. Dus ja, je gaat het natuurlijk in de loop van de vlogs ga je echt wel zien dat het meer afkomt. Ik ben hier nog heel lang mee bezig. Maar ik vond het zo leuk om te doen. Echt, ja, het is al zo lang natuurlijk een rage. En eigenlijk dacht ik, ja, ik weet niet of het echt voor me is. Of ik het wel iets zou kunnen. Maar ik ging op een gegeven moment ook steeds sneller. Ik vond het wel een beetje lastig, want ik heb het met nagellak opgedaan. Dat zou ik niet zo heel snel weer doen. Want ik kreeg op een gegeven moment een beetje vlekken op sommige van de nagellak. Omdat er dus een plaklaag op zit, kreeg ik een beetje wat vlekjes. Gelukkig kan ik het nog wel lezen, zodat ik het wat weg kan schrapen. En er komt natuurlijk gewoon een bolletje overheen. Dus dat ga je niet meer zien. Maar ja, het was gewoon echt super leuk. Ik ben helemaal enthousiast. Ik kan er bijna niet over stoppen, want ik vond het echt heel leuk. En leuk dat ik ook al best wel een eindje ben gekomen. Je ziet er natuurlijk nog helemaal niks van, maar ja, super leuk. Ik vraag me wel af hoe het straks gaat, want hij rolt nu natuurlijk nog steeds terug. Dus hoe ga je hem straks recht krijgen? Want ik zou het wel leuk vinden om als hij af is met de tijd in te lijsten. Maar goed, dat is een zorg voor dan. Hij is voorlopig nog niet af. Ik heb er een begin mee gemaakt en ik ben fan. Ik denk dat dat nu wel duidelijk is. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en koken. Ik heb vanavond broccoli met rosti rondjes en kipfilet. Ik ga eerst deze nagels kaal maken, want het ziet er niet meer uit. Ik vind het echt vreselijk. Katjes hebben net lekker gegeten. Ja, vanavond ga ik gewoon even wat programma's terugkijken. Ik ga sowieso even Hudson en Rex kijken, want daar heb ik wel zin in. Daarvoor ga ik denk ik eerst nog even iets terugkijken. Ik heb nog genoeg opgenomen staan, dus ik kan wel even gaan kiezen wat ik dan ga kijken. Ik moet sowieso mijn foto's bewerken voor mijn blogpost van morgen. En ik wil dus alvast de tekst inspreken voor de Primark video. Ik denk dat ik nog even verder ga met de boeken of zo. Sowieso ga ik lekker mijn Netflix serietje kijken. En daarna flikken de laatste aflevering van seizoen 6. Dus dat wordt verder de avond. Maar ik ga nog even lekker nagenieten van de heerlijke rustgevende wat ik nu heb. Ik heb dus alleen een beetje last van mijn rug. Want ik zat op een gegeven moment een beetje te ver naar voren gebogen. Maar dat gaat er wel weer uit. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 10 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb echt slecht geslapen. Ik zal even uitleggen hoe dat komt. Ik lag in bed en ik wilde nog een keer naar het toilet gaan. En daarna gaan slapen. Maar toen zag ik ineens op de grond iets zwarts. En toen dacht ik, hé, dat zat er straks nog niet. Dus ik loop erheen. Is het zo'n intens dikke zwarte spin? Dus nou, mijn nekharen gingen helemaal omhoog. Want ja, dat vond ik natuurlijk weer doodeng. Maar op het moment dat ik dichterbij kwam, ging hij heel vrolijk. Liep hij onder mijn deur zo naar de woonkamer toe. Dus ik dacht, ja, maar jij moet weg. Want het idee dat jij terug kan komen, dat trek ik niet. Dus nou, ik durfde niet meer via de slaapkamer naar de woonkamer toe. Dus ik ben omgelopen via de douche naar de woonkamer toe. Nou, spin verwijderd. Er kwam nog een rilletje bij aan te pas. Nou, toen lag ik weer in bed. En toen durfde ik niet te slapen, want ik was bang dat er nog eentje was. Dus dat was echt niet fijn. Dus daarom heb ik echt heel slecht geslapen, vanwege die rotspin.
Ik heb gisteravond heb ik Louise en Roland op z'n Goois gekeken of zo. Dan gaan ze een tijdje in het Gooi verblijven om te kijken hoe het leven daar is. Nou, ik schrok me helemaal gek wat de prijzen daar zijn. Want ze gingen naar zo'n centrumtje toe en dan gingen ze dan allerlei dingen kopen. Maar de bedragen die je daar moest afrekenen, oei. Je moet wel echt rijk zijn om in het Gooi te wonen. Dat is één ding wat zeker is. Want dit is voor de meeste mensen niet weggelegd, de bedragen die hun vragen. Dus ik snap wel dat heel veel van die BN'ers die het goed doen in het Gooi wonen. Want ja, die kunnen dat wel betalen. Maar ik schrok me helemaal gek. Daarna heb ik Hudson en Rex gekeken. Was echt weer intens leuk. Gewoon weer echt ouderwets. Ik zat er gelijk lekker in. Heel erg van genoten. Heel spannend ook. Dus echt fijn dat seizoen 4 nu begonnen is. Nou, dan ben ik daarna eventjes mijn foto's gaan bewerken. En ik heb ook eventjes de spraakberichtjes gemaakt. Spraakberichtjes, ja. Nou ja, goed, voor mijn video die ik moet editen vanavond. Dan is dat ook al klaar. Toen ben ik verder gegaan met mijn Netflix-serie. Ik had er gisteren de laatste aflevering van seizoen 1. Intens spannend. En ik vind het zo fijn dat ik nu gelijk doorkom naar seizoen 2. Hè? Dat ik niet hoef te wachten. Het is gewoon lekker dat deze serie er compleet op staat. Dat je gewoon gelijk door kan. Ik had ook mijn nagellak eraf gehaald. Maar dat was echt wel troep. Want je ziet hier zelfs nog een beetje wat rood zitten. Dus ik heb dat helemaal weggeveld. De overige dingen. Maar dat intens rood, het is mooi hoor. Maar het is wel troep. Ik had hier een basecoat onder gebruikt. Nou, kijk. Hij heeft echt mijn nagelbed wel rood gemaakt. Nou ja, dan gaat dat er wel weer af. Maar een basecoat helpt dus niet altijd. En daarna heb ik Flikken gekeken. De laatste van seizoen 6. Dus nu ga ik door naar seizoen 7 zondag. Ik ga het nu even stofzuigen en dan ga ik lekker eventjes de slaapkamer doen. Lekker mijn bed verschonen. Ik heb nog wat draden gevonden aan mijn dekbed. Jullie er dan gelijk afhalen, maar dat doe ik wel even als de hoest eraf is. Dus ik ga lekker even stofzuigen hier. De bakken scheppen en dan ga ik water maken. Dan ga ik lekker in de slaapkamer aan de gang even lekker schoonmaken. Ga ik even lekker de ramen openzetten. De slaapkamer staat al open. De deur in de keuken staat al open. Hier moet ik nog eventjes open, want het is 21 graden. Het is hier binnen 22 graden. Ik dacht dat het vandaag heel zonnig zou zijn, maar het is heel erg bewolkt hier. Dus dikke prima. Dus dat ga ik nu eventjes lekker doen en ik neem jullie gewoon weer mee. Thank you.
lekker weer klaar. Ik heb inmiddels wel even het raam dicht gedaan en even de gordijnen dicht. Want de zon komt er nou op en dat maakt het alleen maar warmer in huis. Dus dan is dat wel fijn als dat even dicht zit. Maar lekker. De slaapkamer is schoon, lekker schoon bedje. Alles eventjes weer van zijn plek gehad. Het is wel heel fijn weer hoor. Ik word er altijd wel blij van dat ik nu lekker weer een schone slaapkamer heb. Heerlijk. Viel me nog wel mee. Ik was eigenlijk nog best wel snel klaar. Ik ging er nu wel wat sneller doorheen. Nog even wat draadjes van mijn dek werd afgebrand. Er zaten toch wat meer draadjes dan ik had. Dus ik hoop dat het helpt. Maar ik trek ze wel makkelijk verder hoor. Dus het kan zomaar zijn als ik weer mijn bed ga verschonen dat het dan weer draadjes zijn. Maar goed, dan moet ik ze gewoon af blijven branden. Want dat is beter dan knippen natuurlijk. Ja, zoals ik woensdag ook al vertelde, ik durf niet te dicht bij mijn dekbed, want soms ligt hij in de fik. Maar goed, dat is ook weer lekker klaar. Ik ga zo meteen even lekker relaxen en even mijn vochtgehalte op peil brengen, want ik heb heel erg dorst, merk ik. Ik heb net al wel wat gedronken hoor, maar het is nog niet helemaal over. Katten hebben net lekker gegeten. Dan ga ik zo meteen even lekker relaxen en straks douchen en eten. Oh, ik heb een knoopje maar. Daar word ik niet blij van. Verder, vanavond. Ik ga bevallen met Bobby kijken. Dat ben ik aan het opnemen. Dus dat vind ik altijd wel interessant om te zien. Dus dat wil ik eventjes gaan terugkijken. Sowieso Nieuw Amsterdam natuurlijk weer vanavond. Ook wel weer heel spannend, denk ik. Ik moet even de video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Verder ga ik lekker beginnen aan seizoen 2 van mijn Netflix-serie. Mocht je nou willen weten welke ik kijk, dan kan ik het eventjes in de beschrijving zetten. Want ik kan het echt niet uitspreken. Dus dat kan ik wel eventjes doen. En vanavond ga ik Glad IJs weer kijken. Dus dat wordt het verder ook. Dus verder niet heel veel spectaculairs. En hopen dat het even weer wat koeler wordt. Maar ja, het is gewoon balen dat je raam nu al dicht moet. Want juist aan het einde van de middag komt hier de zon zeg maar erop. Maar goed, ik ben in ieder geval weer tevreden. Ik ga jullie morgen in ieder geval weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag, het is vandaag zaterdag. Het is 11 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zometeen eventjes stofzuigen. Ik wil even de handwas doen met de kleding van de Primark erbij. Daarna ga ik eventjes mijn papieren versnipperen. Want ik heb dus mijn administratie op orde gebracht en heel veel papieren die weg konden. Dus die wil ik even versnipperen. Dan kunnen die ook weer mooi de kliko in van de week. En ik ga even bullet journalen. Ik heb gisteravond bevallen met Bobby gekeken. Dat is wel heel erg interessant. Het is een programma dat uitgezonden wordt door TLC. En Bobby Eden die gaat daar dus, die mag bij bevallingen zijn. En ze hadden één gezin die gingen bevallen in het ziekenhuis door middel van een keizersnede. Ze waren zwanger van een donor, want de man van dit gezin die had in het verleden een aantal keer kanker gehad. Miste daardoor ook een been en ja, door de chemo was alles eigenlijk dood, zeg maar. Dus kon hij geen kinderen meer krijgen. En omdat ze wel een kinderwens hadden, hebben ze uiteindelijk via een anonieme donor, geloof ik, dat ze in verwachting zijn geraakt. Toen hadden ze al een dochtertje. En nu van diezelfde donor zijn ze ook weer in verwachting geraakt. En dan hadden ze een zoontje gekregen. Die mevrouw die werd eerst heel ziek van de ruggenprik. Ze werd helemaal misselijk. Duurde ook even voordat het werkte. En ze vond het geduw en het getrek van de keizersnede ook heel vervelend. Al had ze het al wel een keertje meegemaakt, maar dat was toen met spoed. En ze maakten het nu veel intenser mee, zeg maar. Ze voelden geen pijn, maar ja, dat duwen en trekken was niet fijn. Maar ze kon wel de incisie maken op dezelfde plek waar die eerder was gemaakt. En die kindjes leken ook heel erg op elkaar, zeiden ze. Ja, ik zie dat dan zelf niet, maar dat was wel heel schattig. Dat andere koppel, die wilde heel graag thuis bevallen, want zij had al een bevalling gehad in het ziekenhuis van een dochtertje. En ze wilde het ook heel graag thuis een keer meemaken van hoe het zou zijn als je thuis een bevalling krijgt. Want dat leek haar veel prettiger. Omdat je in je eigen omgeving met je eigen spulletjes om je heen. En dat kan ik me ergens ook wel voorstellen. Dat als je bijvoorbeeld al in het ziekenhuis hebt meegemaakt, dat het je ook wel fijn lijkt om thuis te bevallen. Ja, mij zou dat zelf ook het prettigst lijken als je moet bevallen, dat het gewoon lekker thuis kan. Maar ja, niet in alle gevallen kan dat natuurlijk. Maar zij was er heel blij mee en die kreeg ook een zoontje. Dus dat was wel heel leuk. Daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Dat was ook wel weer mooi.
Toen heb ik de video in elkaar gezet en mijn blogpost geschreven. Toen ben ik begonnen met seizoen 2 van de serie die ik kijk. En die eindigde heel spannend. Dus ik baalde heel erg dat ik nou een dag moest wachten. Maar ik vond het... Ik had bij seizoen 1 al een beetje zoiets. Er is dan een meisje overleden van... Ja, je bent ook wel een trut, dacht ik. Ik vond haar echt niet leuk. En nu blijkt dus in seizoen 2 dat het ook een hele andere vorm aankrijgt. En dat er dus van alles met haar aan de hand was. En daarna heb ik Glad IJs gekeken. En ik moet zeggen, ik was vorige week een beetje sceptisch. Maar ik heb nu aflevering 2 gekeken. En ik heb ook wel erg moeten lachen. Dat is ook wel met humor. Dus ik moest ergens ook wel echt... Dat ik een paar keer hier op de bank zat te lachen. Dat ik dacht van, gos, het is ook wel heel, heel erg. Ik heb ook Fortnite nog gedaan. Het ging op zich lekker. Ik ben 1 keer 30 geworden. De tweede keer ging het minder goed. Maar toen was ik op een hele drukke plek. En toen was ik 33ste. Dat was even niet zo fijn, maar het is even heel erg wennen, dat nieuwe seizoen. Dus, dat eigenlijk. Ik ga stofzuigen en even een handwas aanzetten. En dan ga ik jullie meenemen als ik zo met de papieren aan de gang ga. Gezeur was dat weer. Op een gegeven moment wordt de versnipperaar wordt heel warm en dan kan hij dus geen papier meer aan. Dan moet ik wachten tot hij afkoelt. Toen zat het op een gegeven moment even vast, maar toen kon ik het uiteindelijk weer loskrijgen. Dus ik heb uiteindelijk wel alles kunnen versnipperen. Dus ik heb weer een hele boodschappentas vol met snippers. Dus die gaan we van de week mooi dumpen en nu heb ik ook alles wel weer klaar. Net de hand was even opgehangen. Die doggie hier de droger, weet je. Deze is zo snel droog. Maar ik was een beetje dom, want toen kwam ik boven en toen zag ik dus nog een broekje liggen die erbij had gemoeten. Dus die moet ik nog maar even loswassen. Dat was niet heel slim. Verder was het bullet journalen ook wel fijn. Ik heb nu de statistieken ook bijgewerkt. Daar ben ik op zich wel lekker mee bezig geweest. Nou ja, toen moest ik natuurlijk even heel veel opruimen, want al die snippers moesten weg. De versnipperaar moest weer naar boven. Maar op zich heb ik wel een lekker middagje gehad. Ik denk dat ik aardig... wat heb kunnen doen, wat fijn is. Dus daar ben ik op zich wel heel blij mee. Dus dat is wel lekker. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Als het goed is, video belt mijn moeder straks nog even, want die heeft lente. Maar we moeten even kijken. Vanavond ga ik maar wat dingen terugkijken. Ik heb sowieso nog een albies. Ik heb nog wat van de serie Meiland van de eerste serie erop staan. Want er is eigenlijk niks op tv wat mij echt zelf interesseert. Ik hoop dat het hier nog een beetje afkoelt, want het is warm. Verder wil ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Ga ik natuurlijk verder met mijn serie. En daarna ga ik lekker Roosje Rubbeltje Lijm kijken. Oh ja, ik had gisteren ook nog een heel raar torretje in huis. Maar die zijn echt, hebben een hele harde barst. Ik word er helemaal gek van al die beesten. Maar ja, het is tijd van het jaar. Dus wat dat betreft ben ik altijd blij als het weer herfst is. Dan ben je er een beetje vanaf. Want ik word hier helemaal kronkjorum van. Maar goed, ik ga nu eventjes relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Goedemiddag op deze zondag. Het is 12 juni. Mijn telefoon ligt nog in de douche. Ik wil het wel eventjes hebben. Ik heb gisteravond even gezellig een videobel met mijn moeder en Lente.
Dat was heel leuk. Lente was heel druk met knutselen. Ze was aan het tekenen en van alles aan het doen. Op een gegeven moment opent ze een la. Dus ik zeg, nou, wat gaat ze nou doen? Nou, dat was dus de knutselspullen la. Toen had ze eerst stempeltjes in haar handen, maar dat was niet zo'n goed idee. En toen kwam ze weer met stickertjes aan, maar ze weet het helemaal te vinden. En ineens dook ze die la in. Ze was druk bezig met stickertjes plakken en ze heeft ook wel een paar keer gelachen. En ja, het was wel eventjes heel leuk. Ze was ook wel aan het kletsen. Maar je verstaat natuurlijk niet zo goed. Toen ik had gegeten, heb ik een stukje van het jachtseizoen gezien. Ik had het programma echt nog nooit gezien, maar het is dus weer een nieuw seizoen begonnen. En ik moest wel lachen, want Peter Gillis deed samen mee met Rob Geus. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik kijk het programma van Peter Gillis nooit. Ik heb er een keertje een paar minuutjes van gezien en ik merk toch gelijk, dit is geen programma wat ik leuk vind. Maar ik moest nu toch wel lachen. Hij was al vrij snel uitgeput. Ze hadden ook meer meegereden dan dat ze hadden gelopen. Maar op zich was het wel, was het op zich wel komisch. Daarna heb ik even OB's gekeken. Dat was wel een beetje apart. Want deze man die mocht meedoen. En die wilde op een gegeven moment ook echt wel een paar kilo afvallen. Alleen die begon een beetje zijn eigen ding te doen. Dus hij had het aantal kilo's ook niet gehaald wat hij af zou gaan vallen. Dus dat was niet helemaal goed gegaan, omdat hij erg eigenwijs was. Ik heb mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Ik heb daarna lekker mijn Netflix-serie gekeken. Ik was eerst een beetje in de war. Hey, ik heb een beetje viesheid in mijn mond. Nou, moet ik zo even schoonmaken. Want ik dacht, hey, klopt dit wel? Maar het klopte inderdaad wel. Dus het was op zich wel weer spannend. En daarna heb ik Roze Gerubbelt Kalijm gekeken. Ik ga nu even stofzuigen en de groenten afhalen. Straks even foto's maken. Dus eigenlijk gewoon een rustige zondag. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik laat straks natuurlijk even de fotospullen zien. Maar ik ga nu eerst maar even zorgen dat het hier weer even netjes wordt. En dat de groente schoongemaakt wordt. Ik ga nu even hier deze laag insprayen met schimmelspray. Zoals je ziet zit hier schimmel. Het loopt ook door tot helemaal daar. Dus ik hoop dat als ik dat nou even inspray dat het weer een beetje schoon wordt. Ik heb het gisteren al een beetje gedaan. Maar dat heeft niet alles weggehaald. Dus even kijken of het nu wel weg is. Dus dat ga ik even doen. Nou, ik heb even de fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst een Ultimate Camouflage Cream van Catrice. In de kleur 010 Nude Ivory. Dat is deze. Ik heb een Wear It Nude Skin Correcting CC Cream van Kruidvatmerk. En ik heb de nieuwe collectie van Essence. De Jurassic World collectie. Ik heb hier het oogschaduwpaletten, de bronzer, de highlighter, sorry. Ik heb hier een armbandje die heel schattig is. Ik heb de mascara. En ik heb dus de lip glow. Van deze collectie komt nog een extra video online. Maar hier ga ik nu eerst eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Dus dat is top. Oké, laten we even een kijkje nemen bij de schimmel. Je ziet wel dat het wat heeft gedaan. Dan heb ik hier even een wattenstaafje. Want ik kan er dus met een gewoon doekje niet tussen komen. Maar het lost wel op. Er komt niet echt troep vanaf. Ja, een beetje. Ik denk niet dat het schoner gaat worden dan dit hoor. Maar het ziet er al beter uit als dat het was. Dus dat is wel lekker. Dan kan ik het straks even goed schoonmaken. Wordt in ieder geval al wel weer een stuk beter als dat het was. Dus dat is wel mooi. Zo, best wel even lekker het een en ander kunnen doen. Groente is afgehaald. De foto's zijn gedaan. Ik heb zelfs nog een klein stukje kunnen diamond painten. Want het kriebelde weer om toch weer even wat te doen. Dus ik heb weer even wat klein beetje eraan gedaan. Maar ik vind het echt zo leuk. Dus ik had echt zin om nog even wat aan te doen. De foto's zijn ook al geïmporteerd en alles is verder opgeruimd. Er ligt daar alleen nog een verlengsnoer, die moet ik zo eventjes nog wegleggen. Want ik moet altijd een verlengsnoer gebruiken bij de lampen, zeg maar. Omdat anders heb ik, dan komen ze niet bij het stopcontact. Ja, eigenlijk op zich niet heel druk geweest, maar toch wel even lekker. Ik heb eventjes mijn voeten weer een beetje bijgeveld. Dus op zich was het wel lekker even zo, gewoon. De foto's gingen eigenlijk ook vlot. Fijn dat het ook allemaal geïmporteerd is. Dus dat is top. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik Zeeman Confronteert Stalkers terugkijken. Ik wil eigenlijk even nog een potje Fortnite doen. Want ik zit er nu wel lekker in. Daarna heb je Million Dollar Island. En ik ga mijn nagels even doen.
Verder moet ik gewoon foto's bewerken vanavond voor morgen voor de blogpost. Ik moet... Nee, dat is het eigenlijk ook. Ik kan nog wat nieuwe boeken neerzetten op de e-reader, maar is niet per se nodig. Ik wil eigenlijk nog even wat muziek op mijn iPod gooien. En verder ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken. En begin ik vanavond aan seizoen 7 van Flikken. Dus ja, het was een rustige zondag. Ik ben wel blij dat ik daar weer even heb gespreid. Net wat ik zeg, ik denk niet dat het beter wordt dan dit. Maar het erge is er in ieder geval wel af. Mocht je nou nog tips hebben om dat echt heel goed schoon te krijgen. Ik heb al heel veel geprobeerd hoor. Ik heb het dan met schuurmiddel geprobeerd. Dusty. Nu dan met de schimmelreiniger, maar ik denk niet dat het beter wordt dan dit. Waarschijnlijk hebben ze dan verkeerde kit gebruikt, wat er niet zo goed tegen kan zijn. Mijn moeder ook al. Maar ach, ik ben wel blij met hoe het er nu uitziet. Het is in ieder geval beter dan dat het was. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 13 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik ga zo meteen hier aan de gang. Ik moet de kattenbakken doen, de gang, de douche. En daarna heb ik nog een flinke was op te vouwen. Dus dat moet allemaal wel eventjes gebeuren. Ik heb gisteravond Zeeman Confronteert Talks gekeken. Was wel heel interessant. Deze man die gaf het op een gegeven moment ook gewoon zelf toe dat hij het deed. En hij wist ook wel dat het verkeerd was. Maar er was iets mee. Ik weet het niet zo goed. Hij was... Ja, hij had blijkbaar ook waanbeelden of zo. Dus, maar ja, hij stalkte dus wel. Maar ja, eigenlijk was hij heel kuum met het gesprek wat ze met hem hadden. Daarna Million Dollar Island. Nou, dat loopt nu een beetje op zijn einde. Dat is ook prima. Ik denk dat er misschien nog 2 afleveringen komen. Dan zal het wel klaar zijn. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn blauw. Ik heb het lakje van Max en Moor gebruikt. Deze. Deze heet de naam 466 Denim Goods. Maar ik vind hem wel leuk. Ik vind het een leuk kleurtje. Nou, ik heb verder de foto's bewerkt. Nog even met wat muziek bezig geweest. En toen ben ik mijn Netflix-serietje gaan kijken. En er komen steeds meer rare dingen aan bod. En daarna had ik Flikken. Dus nou, prima avondje zo. Ja, verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te vertellen, omdat ik nu maar even aan de gang ga, want des te eerder ben ik klaar en ja, het is ook allemaal wel weer eventjes nodig. Dus ik neem jullie gewoon weer mee, dus dan ga ik maar eventjes wat doen. Live a life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah. Hey, hey, ik ben weer lekker klaar. De gang is weer lekker schoon. De katten hebben een schone bak. Ik had echt letterlijk net gerit in de bak gedaan. Ik had hem nog niet in het huisje geschoven van de kattenbak. Maar ze ging er al op. Nou, fijn. Maar die zijn in ieder geval weer lekker schoon. Dus het ruikt ook gelijk weer een stuk frisser. De douche is lekker schoon. Daar was ik vrij snel doorheen. Want ik, ja,
hoeft er niet de grote beurt te doen, maar die ruikt ook weer lekker. Nou, de was is weer opgevouwen. Ik had wel veel was. Mijn moeder die belde even. Die is ziek. Er schijnt op dit moment een heel gek virus te heersen. Dat heeft... een aantal mensen hebben het nu al gehad. En het is ook zo, die mensen zijn er binnen één dag weer doorheen gekomen. Dit is een virus waarbij je moet overgeven en ook diarree hebt. Of het echt buikgriep is, dat weet ik dus niet. Want volgens mij ben je bij buikgriep vaak wel meerdere dagen ziek. En dit virus is gewoon echt één dag en je bent er weer klaar mee als het goed is. Tenminste, zoals ik dus zei, de mensen waarvan ik nu weet die het hebben gehad. Maar zij was dus nu ook geveld. Nou ja, als mijn moeder zegt dat ze ziek is, dan is ze ook wel echt ziek. Want ze is echt nooit ziek, gewoon. Even afkloppen. Ze was ook heel moe. Ze heeft ook echt vanmiddag heel veel geslapen. Nou, dat is ook niks voor haar, want dat doet ze ook overdag eigenlijk nooit. Het was even minder, maar goed. Hopelijk is ze er morgen weer doorheen. Ik ga zo meteen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik heb lekker haricot verts met rostirondjes en speklapjes. Daar heb ik wel zin in. Vanavond is het weer tijd voor koken zonder kijken. Dat ga ik weer volgen. Ik moet even een blogpost schrijven. Verder denk ik nog even wat dingen op de laptop doen. Sowieso lekker mijn serietje weer kijken. En op Netflix. En vanavond ga ik weer verder met flikken. Ik vond het wel grappig, want een vriendin van mijn moeder die kijkt ook altijd. En die had al geappt van, komt het niet meer? Naar mijn moeder. Dus mijn moeder zei, oh, komt het nog? Dus ik had het even nagekeken. Ik zeg, volgende week maandag weer. Nu door de sport wordt het zeg maar op België even niet uitgezonden. Dus, want die kijkt dus op België. Maar goed, dan komt het volgende week maandag weer. Maar goed, ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niet zo heel veel meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 14 juni. Ik ben klaargemaakt. Ik heb zelfs een beetje kippenvel. Ik heb heel erg last van mijn rug. Ik weet niet, ik heb niks gedaan of zo. Ik denk misschien door het slapen verkeerd gelegen. Maar ik merkte het al met sporten en dat was niet heel prettig. Dus dat doet me goed zeer. Maar ja, hopelijk schiet het er ergens nog weer een keertje uit. Maar jongens, dat was het sneu gisteren voor de Rolling Stones fans, moet ik zeggen. Gisteren zouden de Rolling Stones optreden in de Amsterdam Arena. Eigenlijk in de Johan Cruijff Arena, moet ik zeggen. En heel veel fans dachten ook dat het een van de laatste optredens zou zijn, omdat deze mannen inmiddels ook echt bejaard zijn. En ze zijn ook al een bandlid verloren aan corona. Maar Mick Jagger die voelde zich dus eigenlijk al vrij snel niet goed. En daar hebben ze veel te lang gewacht met coronatesten doen. Want ze doen echt nog coronatesten. En ik geloof echt, heel kort voor de show dachten ze, laten we toch nog even zo'n stokje in die neus duwen. Mick Jagger had corona. Maar goed, heel veel fans hadden zich dus al verzameld. En die kregen dus te horen, het optreden gaat niet door. Dus heel veel mensen waren ook wel boos. Want sommigen waren vanaf best wel ver gekomen. Er was zelfs iemand vanuit Brazilië naar Nederland gekomen om hun te zien. Maar ja, nu kaartjes bleven wel geldig. Ze gaan het nog inhalen als het goed is. Maar ja, eerst maar weer kijken hoe dat afloopt. Maar ik vond het toch wel sneu. En ik dan ga je een eind reizen. In de hoop dat je eindelijk weer je idolen kan zien. En dan gebeurt dit, ja. Het is wat het is, je doet er ook niet veel aan. Maar ik denk dat ze gewoon iets eerder die test hadden moeten doen. Dan waren die mensen misschien allemaal niet zo ver gaan reizen. En had het iedereen geld bespaard. Maar goed. Ik heb gisteravond kopers om te kijken gekeken. Was wel weer leuk. Was een koppel met twee mannen. Geen kinderwens. Maar ze wonen in Friesland. Was niet makkelijk om daar een huis te vinden, want je denkt toch altijd, tenminste, dat werd mij toen de tijd eens een keertje verteld, dat je in het noorden des lands heel makkelijk een huis zou krijgen. Nou, dat is inmiddels dus ook niet meer zo. En dan hebben ze ook nog bepaalde wijken waar ze absoluut niet willen wonen. Dan had de makelaar echt een perfect huis gevonden, maar dan was het gewoon de locatie die niet klopte. Uiteindelijk hadden ze wel een heel mooi huis gevonden, heel mooi opgeknapt ook. Dat is wel heel mooi geworden, dus was wel weer leuk. Mijn moeder die is weer opgeknapt. Het is echt een raar virusje. Je bent er met een dag weer doorheen. Het ging gisteravond al wel ietsjes beter, maar vandaag was ze weer helemaal goed. Dus
Alleen maar fijn, maar ik vind het een vreemd virus. Verder heb ik gisteravond mijn blogpost geschreven. Ik heb eventjes wat muziek op mijn iPod gezet. Weer wat boeken op mijn e-reader. Dus zo gaan we een beetje door. En toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken en die eindigde heel spannend. Maar ja, ik heb mezelf 1 aflevering per avond opgelegd en daar moet ik me aan houden. Dus dat gaat vanavond weer verder en daarna had ik flikken. Ik ga zometeen even stofzuigen. Ik heb nog niet gehoord hoe laat mijn coach er is. Ik moest straks boodschappen doen en ik ga naar de Action. Want ik moet cadeautjes kopen, want Nathalie is volgende week jarig. Ze viert het eind juni pas. Maar ja, de tijd gaat zo hard en ik hoop dat ik een beetje slaag, want ze had wel wat dingetjes erop staan, maar het is te hopen dat het er is. En anders dan wordt het een beetje lastig. Ik heb nog gevraagd, heb je nog toevoegingen? Had ze niet, dus ik ga het zien. Maar goed, ik ga nu even wat doen en ik ga jullie straks in ieder geval gewoon meenemen als ik de deur uit ga. Dus ja, eventjes een korte update tot nu. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose. Zo, ik ben inmiddels weer thuis van mijn boodschappen. Ik ben dus even bij de Action geweest. Daar komt een aparte shoplog van online. Die komt volgende week zaterdag. Want eerder kan ik hem niet online zetten, omdat er cadeautjes bij zitten. Maar ik heb in de aanbieding kattenvoer, kuppensoep, 2 keer een wc. Eentje was nu in de aanbieding, dus ik heb deze groene. Die heb ik er nu ook in zitten. De Citrus Splash. Ik heb cola. Ik heb ook nog de Marine Wave. Frikandelletjes. Snijboontjes, die ga ik gelijk in de vriezer stoppen, want dat wil ik niet nog een keer meemaken. Ik heb voor de handwasmiddel 2 zakjes gehakt. Die waren nu in de aanbieding voor 1 euro. Dus die heb ik gelijk mooi meegenomen. Een zakje pindatjes. Daar had ik van de week ineens zo zin in. Ik dacht, ik wil pinda's. Nog een colaatje. En nog een pupsoepje. Oh. Spekjes. Koffiemelk. Kapvoer weer eventjes. 2 zakjes. Een pakje gehakt. Een flesje olie. Dat was het volgende zakje. Mijn boontjes uiteraard. Patatjes. Chocomel. En even kijken. Aardappeltjes. En een snoepsel. Dit waren alle boodschappen. Dat ga ik zo gelijk even opruimen. Ik ben bij de Action wel redelijk geslaagd. Dus dat is wel fijn. Ik ga dit zometeen opruimen. Dan ga ik straks douchen en even eten. De nagellak is nog wel mooi gebleven. Het is niet echt beschadigd. Het is altijd wel fijn. Ik had nog even lekker een ijsje gehad. Want daar had ik wel zin in. Maar ik had een groot soft ijsje. En
De horentjes waren kleiner geworden, dat paste er niet helemaal goed op. Ze zei, ja, ik kan hem anders beter in een bakje doen, maar ik had hem uiteindelijk wel op een horentje. En toen heb ik gewoon flink doorgelikt en toen was het gelukt. De kaart voor Nathalie is op de bus gegaan. Ik ga vanavond voor hetzelfde geld kijken. Ik had wel mijn jasje aangedaan. Ik had mijn leren jasje aan, maar dat was nog best wel warm. Dus ik heb nu gewoon lekker mijn t-shirtje aan verder gegaan, want die had ik al aan. Nou, verder ga ik vanavond de vlog afmaken en foto's bewerken. Uiteraard lekker mijn Netflix-serietje weer kijken. En ja, wat ga ik verder doen? Flikken kijken en dat wordt het ook wel. Ik ga in ieder geval bij deze de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!